Het is tijd voor de ochtendserenade op 3FM. Ik ga iemand op een romantische manier wakker maken. Vandaag is het Anneke in Maartensdijk door het bandje Road to Rome. Dan kunnen we beginnen. Hey! Lieve Anneke. Dit is voor jou, dit is wat je in Maartensdijk nooit dromen zou. Vanochtend brengt Road to Rome je een ballade. Kijk hoe dat klinkt. Ah, ja. Verder. Dit is anders, ochtendserenade. Ja, en die Anneke uit Maartensdijk die is opgegeven door Maarten Landman. Goedemorgen. Goedemorgen. En van harte gefeliciteerd, want jullie zijn vandaag precies 1 jaar getrouwd. Dat klopt helemaal, ja. Zo. Ja, vorig jaar, een jaar geleden inderdaad, ja. En wat voor jaar was het? Het was een leuk jaar, maar ook vooral een heel druk jaar. Dus ik vond het daarom een reden om Anneke op te geven. Omdat ik niet altijd alle aandacht heb gegeven aan haar die ze wel verdiend had. Dus zodoende dat ik haar heb opgegeven. En waar was je zo druk mee dan? Ik was druk met werk en al die dingen eromheen, dus dat is wel, dat kost heel veel tijd en energie vaak, dus dat, zo werkt dat eigenlijk. En ga je dan dit jaar ook rustig aandoen? Nou, we zullen zien. Ik hoop van wel, maar het werk is ook heel leuk, maar Anneke is ook heel leuk, dus we moeten het een beetje gaan combineren samen. Wat is het allerleukste aan Anneke? Anneke, dat ze ontzettend lief is en ontzettend trouw. Echt mijn schat. Echt een trouwe Lubas. Ja, absoluut. Absoluut waar, ja. Jij hebt als het goed is, dan heb jij een bandje aan de deur. Ja, zeker. 5 heel gezellige gasten staan hier. Ja, ik heb als het goed is ook een afgevaardigde van de band Roads to Rome aan de lijn. Goedemorgen, met wie? Ja, goedemorgen, met Daan spreek je. Hey Daan, en wat doe je in de band? Ik ben de zanger van de band. En de frontman. En de frontman dan automatisch, ja. Weet je wel. Roads to Rome, de single is uit Building Bridges. Beetje ja, yes. Alternative rock. Ik hoorde net een beetje Coldplay, Biffy Clyro, Kings of Leon-achtige muziek. Ja, jij vat het heel goed samen eigenlijk. Nou, mooi. 2014 hebben jullie de popronde gedaan. Het EP'tje komt eraan ook. Het EP'tje is al uit. Sinds 7 maart. Heel goed. 6 maart. En welk liedje gaan jullie zometeen spelen om die lieve Anneke wakker te maken? We gaan een refreintje van Building Bridges doen op de single op het moment. Heel goed. Dus, heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken daar zo in Maartensdijk. Maarten, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, yes. Zeker. Waar ben je op dit moment? Ik sta bij de voordeur met de band en we kunnen zo naar binnen toe gaan. Oké, nou beschrijf even zo goed mogelijk wat je allemaal tegenkomt, waar je loopt en vooral haar reactie, daar ben ik benieuwd naar. Nou, helemaal goed, daar gaan we. We doen nu de voordeur open en we lopen de hal in met z'n allen. Yeah. En we lopen gelijk de slaapkamer er binnen en daar ligt Anneke nog lekker te slapen. Ze wrijft even in haar ogen, weet niemand ongetwijfeld nog niet wat er overkomt. Ja, tel maar af. Is het gelukt, hè, Maarten? Wat zeg je? Is het gelukt? Ze is helemaal wakker. Nou ja, dit is jouw moment, Maarten. Je moet even een soort speech geven. Doe even je zegje tegen Anneke, want die heeft geen idee wat er gebeurd is. Lieve Anneke, ik heb 3FM hier aan de telefoon. En ik heb de ochtendserenade geroepen. En daar hebben we geholpen. Omdat we een jaar getrouwd zijn natuurlijk. En dat ik wil zeggen dat ik niet alle aandacht aan jou heb gegeven die je had verdiend dit jaar. En dat is de reden eigenlijk dat ik dit voor jou geregeld had. En dat ik hoop dat we nog heel veel jaren samen gelukkig zullen zijn. En dat ik ontzettend veel van je hou. Dat mag heel Nederland weten. Oh. Ja, ja. Mag ik Anneke heel even aan de lijn? Want... Zeker, ze rekt er even uit, maar dan komt ze. Ja, dat is goed. Oh, wat lief zeg. Wat goed gesproken ook. Hallo? Hey Anneke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, wat een mooie speech had hij net ook, hè? Ja, een toppertje is het. Wat vind je ervan? Ik moet nog eventjes wakker worden hoor, maar het was een leuk liedje. Dat is een heel leuk liedje, maar wat vind je van het idee in het algemeen dat hij jou wakker heeft gemaakt met een ochtendserenade aan het bed?
Ja, dit is natuurlijk wel bijzonder. Hij kan ook niet op een normale manier mij verrassen. Het moet altijd gelijk over de top, zeg maar. Doet hij dat vaker dan? Ja, hij is wel voor originele dingetjes. Oh, wat heeft hij nog meer? Wat, noem eens een voorbeeld. Nou, is wel heel vroeg gelijk. Voor voorbeelden. Ja, je hebt ook gelijk. Oh, ze willen hier ook weer. Willen jullie weg? Of. Ik zou zeggen, Anneke, ga lekker je bed uit, zet een bakje koffie voor de band Roads to Rome. En natuurlijk voor jouw eigen Maarten. En ja, geniet nog heel lang van elkaar, maar volgens mij gaat dat wel goed komen. Ja, dat gaat zeker goed komen. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Doeg.